Hey, welkom bij mijn eetdagboek. Als je nog vragen hebt, check even de beschrijving, want daar leg ik wat dingen uit. Als ik ga sporten, dan ontbijt ik wel eens met zo'n hele volle juice met allemaal groene, gezonde dingen erin. Oké, het eerste wat we gaan eten in deze vegan dingetweek is meer granenbroodjes. Ik wilde bijna aan de verpakkingen liggen, maar jij me vertelde dat ik dat niet moet doen. Op deze dag was het meer een brunch dan een lunch. Ik at wat broodjes met lekkere smeersels erop en wat leftovers van de dag ervoor. Als avondeten aten we pita broodjes met witte bonencrème, avocado, tofu blokjes, allemaal soorten rauwkost. Heel erg lekker. Op deze dag at ik twee beschuitjes als ontbijt met pindakaas, speculoos en anijshagel. En ik maakte mierzoete koffie met siroop en chocolademelk. Als lunch maakte ik wat vegetarisch gehakt en ik pakte een avocado op broodjes. Ik heb de hele dag gewerkt aan iets. Ik ben er niet tevreden over en het lukt niet. En mijn hele dag... Het is niet alsof ik geen vooruitgang heb geboekt. Deze dag is heus wel nuttig geweest doordat ik er weer van heb geleerd. Alleen, ik ben het gewoon van 's ochtends tot... Het is nu bijna 10:30 s'avonds ben ik hiermee bezig geweest en ik ben er een beetje verdrietig over. Dus ik wilde eigenlijk iets vet uitgebreids koken, maar in plaats daarvan ga ik groentesoep maken. Want dat is het makkelijkste wat ik kan bedenken. Groentesoep! Als ik groentesoep maak is het ontzettend simpel, want ik gooi namelijk soepgroenten in groentebouillon, vermicelli erbij en klaar. En ik had er nog twee vega kipburgers bij gebakken. Je gaat toch niet vertellen dat we wat krokantjes in de soep doen, toch? It's really happening, guys. Kijk, dit gebeurt er als je pas om 11:00 s'avonds gaat avondeten. Het is echt lekker. Probeer het eens een keer. Je moeder zal vast blij zijn als je zegt van... Mam, we kunnen wel wat krokantjes in de soep doen? Hier ontbeet ik met banana soft serve. En dat is ijs wat je maakt van enkel bevroren bananen, een klein beetje plantaardige melk en fruit als je dat toe wil voegen. Het is echt heel lekker en verfrissend. Op deze dag at ik twee kleine lunches. Groentesoep van gisteren, rijstwafels. En hier crackers met avocado en hummus. Ik heb een recept gevonden voor champignon risotto. Dus dat ga ik nu maken. Ik hou best wel van risotto. Ik ben geen ster in het maken ervan. Het is in principe niet super moeilijk, maar het is vooral veel werk. Het is wel donker aan het worden. Het is alweer heel laat. Wow. Wow, ik zag een papiertje door de lucht vliegen. Echt zo'n papier. Het vloog gewoon omhoog. Wow, ik zie hem. Het is een soort van flyer, maar omdat het zo hard waait, wordt hij alle kanten opgesleurd. Het is al laat, maar ik ga beginnen aan de champignon risotto. Jullie komen in deze video ook achter hoe soort van, niet per se gek, maar misschien onregelmatig of onhandig onze eetgewoontes zijn. Het komt best wel vaak voor dat ik gewoon een soort van twee kleine lunches eet op een dag. En avondeten doen wij heel vaak pas rond een uur of 10 s'avonds. Deze champignon risotto was super lekker. Ik had er een salade bij gemaakt, heel veel pijnboompitten bij gebakken en het was echt top. Op deze dag ontbeet ik met een smoothie bowl en dat betekent dus dat je een smoothie maakt met allemaal fruit en groenten. En dan gooi je er zelf vervolgens nog meer fruit op en wat muesli en flowzaad en chiazaadjes en wat je dan ook maar wil van superfood troep. Ik
ga best wel regelmatig naar Bagels & Beans. Daar hebben ze ook heel goed vegan eten. En hier heb ik geluncht met mijn favoriete Toscaanse bagel met hummus. Wij gaan eten. Een gerecht dat diep in mijn hart een van mijn favoriete gerechten is. Namelijk tacos! Hey mensen, welkom bij de Taco Challenge. Vandaag gaan we kijken wie kan de meeste tacos in de tummy doen. Je hoort het, we houden nog steeds heel erg van taco's. Ik had ze hier iets anders gemaakt dan in mijn vorige video. Maar basically was het een heleboel groenten. De geweldige currypasta van Kotai. Niet gesponsord, ik vind het gewoon heel lekker. Allemaal bij elkaar in een taco. We hadden onwijs veel zin in warme chocolademelk. Dus ik heb gewoon wat havermelk opgewarmd. Cacaopoeder en suiker erbij. Et voilà. Ideaal voor bij het Mario Karten. Vandaag heb ik een heel lui ontbijt. Ik zou jullie graag er meer over vertellen, maar het is basically een bak ananas. Dat is mijn ontbijt. Niet meer, niet minder. Dus daar moeten jullie het deze ochtend even mee doen. Ik weet dus nooit wat ik moet doen met zo'n onwijs grote zak spinazie. Dus ik heb het hier maar gebruikt bij mijn lunch. Op broodjes met nog een broodje met speculoos erbij. Shit. Oh, ik heb zout op mijn speculoos gegooid. Doe met een mes. Pringles? Oh my god. Ik heb een soort van pringelverslaving, ben ik bang. Ik was in slaap gevallen op de bank. En nu voel ik me echt zo woozy. Zaterdagen zijn er om een beetje lui te zijn. Dus nu hebben we eten besteld. Valt nog niet mee, veganistisch. Ik zal het toegeven. Patat is natuurlijk altijd een optie. Falafel is een goede optie. We waren echt op zoek naar van dat frietachtige snack eten. Maar we hebben ook even gebeld. Bami-schijven zijn over het algemeen veganistisch. Afgezien van dat er vaak gelatine in zit. Maar we hebben gebeld. Het zit er niet in. So we gonna eat it. Oh my god, het zou er pas zijn over een uur. En nu is het al. Ik zal je wat vertellen. Wij bestelden zo vaak eten. Echt veel te vaak. Met dit veganistische dieet kunnen we ook niet echt meer makkelijk ergens bestellen. Maar dat is dus wel heel erg voordelig voor onze gezondheid en portemonnee. In principe zijn er nog wel wat dingetjes te vinden. Bijvoorbeeld ook Thais kan je best wel veel vegan vinden. Alleen vaak gewoon niet aangegeven. En ik heb een beetje belangst. Dus dan heb ik geen zin om te bellen. Of ik heb niet geen zin, maar dan wil ik niet bellen. Maar ik ben blij dat het is gelukt. Kom op maar. Deze dag was echt rommelig en ik vergat constant mijn camera te pakken. Dus ik heb een extra dag toegevoegd aan de video. Dus ik zou mijn afstand nemen als ik jou was! Hier gingen we lunchen bij Dignita in Amsterdam. En het was echt een fantastisch mooie salade. En ijsjes. Ik heb echt elke dag zin in ijs. En op deze avond probeerde ik een van mijn favoriete Indiase gerechten te maken. Saag paneer. Alleen dus zonder de paneerkaas, maar met tofu. Het is basically hele romige gekruide spinazie. En het was eigenlijk heel erg goed gelukt. Ook al ziet het er op film niet zo smakelijk uit. En ik maakte er de broccoli soep bij. Want dat is altijd goed. Best wel simpel, een beetje ongezoete sojayoghurt, krusli, appeltje, rozijntjes, kaneel en dat is samen een heel goed ontbijt. Ik lunchte wederom bij Bagels & Beans en ik had ook een hele lekkere pecan pie. En dan is het nu tijd voor de laatste avond die ik ga laten zien in deze video. Het is iets bijzonders wat ik ga maken. Ik mocht de spiraalsnijder van mijn moeder lenen zolang zij op vakantie waren. En de vorige keer dat ik bij haar was, hebben we courgette spaghetti gemaakt. En dat is heel lekker, heb ik zelf ook wel eens gemaakt. Maar met die spiraalsnijder gaat het heel makkelijk. Dus dat ga ik nu proberen te maken voor Mark en mij. En voor de laatste avond maakte ik courgette spaghetti. Dus met die spiraalsnijder maakte ik allemaal slierten van de courgette.
En daar maakte ik nog zelf een pesto bij. En eerlijk, dit was denk ik mijn favoriete avondeten van de hele week. Het was zo onwijs lekker, dus dit is ook echt een aanrader. Dat was het guys. Thanks voor het kijken naar mijn eetdagboek. En laat me weten of jullie dit vaker willen zien. Bye bye. Doei.